Twee keer scoorde Adnane Tighadouini vrijdag tegen Cambuur. En vandaag haalde hij de bekendste sportkrant ter wereld. Hij staat in een elftal van de week met alleen maar internationale vedettes om zich heen. Niet slecht voor de linksbuiten van de nummer 17 van de Eredivisie. Ja, ik was wel verbaasd toen ik het hoorde. Ja. Maar het is natuurlijk wel mooi om zoiets te zien. Dus dat doet wel wat met je. Ja, want Paris Saint-Germain spelers, Manchester City, Wolfsburg en NAC Breda, hè? Ja, dan zie je opeens NAC Breda tussen, ja. Ja, het is mooi. Hoe is je Italiaans? Helemaal niks. Ken ik niet. Bellissimo is het enige wat ik ken. Is het ambitie van jou om ooit zeg maar, nou ja, bij die clubs te spelen waar je nu tussen staat? Ja, tuurlijk. Ik wil altijd hogerop en er staan mooie clubs tussen, dus zeker, absoluut. Denk je dat ook, hè, dat je dat in je mars hebt? Ja. Zelfbewust is hij, trefzeker ook. Tighadouini is met 8 doelpunten verantwoordelijk voor ruim een derde van alle NAC-goals. Toch is hij niet immens populair in Breda. Vrijdag werd hij zelfs af en toe uitgefloten. Supporters, ja, die juichen altijd als je scoort. En als je iets fout doet, ja, dan fluiten ze. Dus ja, dat gebeurt. Ik leid ook meer balverlies dan bijvoorbeeld een verdediger of een middenvelder. Want ik ben degene die, ja, die de risico legt door actie te maken. Of nou één man is of twee. Ja, om toch tot toepoging te komen. Of tot een assist of tot nog een goede pass. En nu op weg naar het elftal van het jaar in La Gazzetta dello Sport? Daar moet ik veel vaker in staan. En dan linksbuiten onder Van Gaal volgend jaar? Oh, dat is wel top, ja.